Vraag 39. Vraag 39 is weer zo'n plaatje. En als het goed is, ben je er nu al een beetje aan gewend geraakt. En je moet het zo zien: elke hoek die je van berekent is een punt waard, hè, op de toets. Dus als je het niet helemaal rond gegeven hebt, elke hoek is al een punt waard. Maar we gaan natuurlijk voor jullie het helemaal kunnen. Nou, ga eerst kijken in zo'n plaatje, wat zie je allemaal? Je ziet hier zo'n rechthoekteken. En dat betekent dat die hoek 90 graden is. Dus deze hoek is 90 graden. Die weet je. Dan zie je nog iets staan aan tekentjes. Je ziet ook dat hier zo'n cirkeltje in staat. Een open bolletje. Die hoeken zijn dus alle drie even groot. Dus als je straks heel deze hoek hebt, dan kun je die andere berekenen. Dan kun je zeg maar gewoon delen door 3. Maar het kan ook op andere manieren. Dus we gaan gewoon zo meteen maar eens even kijken. Nou, dan, bijna altijd is de hoek die gegeven is de eentje van een gestrekte hoek. Dat klopt ook, hè. Kijk, zo is die een gestrekte hoek. Dit is een gestrekte hoek. En eigenlijk is die bijna dus ook altijd een overstaande hoek. Dus teken eerst, als je het echt niet weet, als je echt zegt van nou, ik weet niet hoe ik moet beginnen, dan teken je even om de hoek heen. Nou, niet in je boek natuurlijk. Maar wat je kunt doen is, dat je hem even overneemt. En op de toets mag je natuurlijk gewoon schrijven. Dus kan je het gewoon invullen. En nu zie je eigenlijk, aha, als ik deze verder doortekenen. En ik zou deze verder doortekenen. Dan heb ik geen overstaande hoeken. Want hier zit een knik in die lijn. Nou, wat is dan de overstaande hoek? Het moet echt een rechte lijn zijn. En dit is de rechte lijn. Dus wat zijn nu de overstaande hoeken? Hoek 7 is overstaan met hoek 3. En niet met hoek 2. Want dan heb je knik in de lijn. Ik zal het nog een keertje laten zien. Misschien als ik deze oranje maken. Ik laat die andere lijn even een ander kleurtje zien. Dan zie je het beter, denk ik. Kijk. Oh, ik zei ander kleurtje. Momentje. Zo. Kijk. Hij is dus niet even groot als S2 of B2. En ook niet als B2-3. Want dat zijn geen twee rechte lijnen. Het moeten twee snijdende rechte lijnen zijn. Kijk, zo. En nu zijn deze hoeken even groot. Nou, hoe schrijf je dat nu op? Je begint eerst met welk hoek je gaat uitrekenen. Dat is B3. En ze zeggen welk hoek je uit moet gaan rekenen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat in die volgorde moet doen. Ze noemen ze gewoon allemaal even op. Begin gewoon eerst met de hoek die jij het fijnste vindt. Nou, hoek B3 is echt het allermakkelijkste om te zien. Die zie je gewoon. Nou, en hoe schrijf je nu op? Dat zie je gewoon. Ik zie gewoon het even groot als 7. Dan schrijf je op als hoek B3 is gelijk aan hoek B7. Want dat gebruik je. Dit is eigenlijk in wiskundetaal, ja, even groot als die andere hoek 7. Dat is eigenlijk wat hier staat. Is gelijk aan 21 graden. Daar zet je achter overstaande hoeken. Want dat heb je gebruikt. Overstaande hoeken of overstaande hoek. Dan kleuren we die, zetten we die erin. In je schets of in je tekening zet je die erin. Dat je B3 hebt gevonden. Die is 21 graden. Dan gaan we kijken, wat kunnen we nu doen? Nou, als ik heel 4, 5, 6 weet. Dan heb ik en gelijk 4, en gelijk 5, en gelijk 6. Want die deel ik gewoon door 3. Dus dat is misschien wel een mooie om nu te doen. Kan anders, kan beslist anders. Maar dit is iets wat je kunt doen. Nou, gaan we dat doen. Hoek B4, 5, 6. We gaan even heel die hoek uitrekenen. Hoe groot is die nu? Dan ga je kijken, die moet waarschijnlijk op een gestrekte lijn zitten. Of op een gestrekte hoek op een rechte lijn. En dat klopt ook. Kijk maar, dit is er één. Je kan hem ook, zo kun je hem tekenen. Hè, de gestrekte hoek. Maar dit is ook gestrekte hoek, dan kom je op hetzelfde antwoord uit. Nou, als ik hem nu zo even pak, ik denk dat deze bij het makkelijkste is, dan is dit dus 180 graden. Die gestrekte hoek, die rechte lijn, is een hoek van 180 graden. Dus helemaal zo rond is 180. Wat heb ik daarvan in gebruik? Wat is er al weg? Nou, die hoek 7, die maakt, dan moet ik even een kleurtje pakken. Die hoek 7, zo, die gebruikt er 21 van. En alles wat van die 180 over is, dat is dus 4, 5, 6 bij elkaar. Dus hoek B, 4, 5, 6, kleine cijfertjes rechtsonder, is dus gelijk. Nou, dan ga je opschrijven, wat doe je? Nou ja, je hebt die 100 over, verkeerde kleurtje. Je hebt die 180, daar haal je die 21 vanaf. En dan kom je dus uit op 159 graden. En wat zet je daar nu achter? Gestrekte hoek. Gestrekte, oh, pas niet meer, hoek. Zo, gestrekte hoek. Want dat heb je gebruikt. Je hebt gebruikt dat dit een rechte lijn is. Gestrekte hoek. Nu hebben we nog 4, 5 en 6 samen. Maar we moeten ze natuurlijk één voor één hebben we juist die wilde uit gaan rekenen. Nou, hoe schrijf je dat nu op? Je mag zelfs, je kan zeggen, nou, ik begin gewoon met hoek B4. En dan mag je gelijk achterzetten, is B5, is hoek B6.
is, ja, die 159 gedeeld door 3, want dan zijn ze met z'n drieën. En als je die deelt door 3, dan kom je uit op 53 graden. Nou, en wat zet je daar nu achter? Hier zet je achter die 3 bolletjes. Zo, want dat heb je gebruikt, dat ze met z'n drieën even groot zijn. Nou, ik ga het nu even netter opschrijven. En ik heb het nu dus gedaan met allemaal zo erachter. Maar dat past het er niet op. Dus ik doe eventjes kort te schrijven. Is B5, is B6. Je mag ook zeggen, ik doe dat later. Hè? Dat mag ook. Is 159 graden gedeeld door 3 is 53 graden. En nu denk je misschien, ja, dan zit je alles achter elkaar te plakken. Maar in dit geval mag dat. Want alles wat er tussen die is gelijktekens staat, het is ook echt gelijk aan elkaar. Hier moet nog iets achter. En wat moet hier nog achter? Hier moet nog achter. En bij mij geval dus eronder, want het past anders niet. Dat ze alle 3 zo even groot zijn door die bolletjes. Nu heb ik dus al best veel. Ik ga even inzetten wat ik allemaal heb. Deze was 21. Deze was 53. Oh, wel graden erbij zijn. Zo, hoppa. Deze is ook 53. Nu hebben we deze nog over. B1 en B2. Je kan nu op best veel manieren verder. Je kunt verder met overstaande hoeken, maar dan kan je niet in één keer verder. Hoe zou je hier met overstaande hoeken kunnen werken? Een manier is dat je zegt, nou, ik weet wat B en 1 en 2 samen moeten zijn. Die moeten samen die 159 zijn. En dan kan je bijvoorbeeld B2 afrekenen en dan uitrekenen en dan doorgaan. Maar ik vind zelf, denk ik, wat je beslist niet mag doen, is dit. Zoiets. En dan hoek B1 is gelijk aan die 2. Want dat zijn twee geen rechte lijnen. Hè? Dat zijn geen twee rechte lijnen. Wat ik hier zou gebruiken is dat dit... Wacht even hoor, een momentje. Dat dit een rechte hoek is. Dat zou ik gebruiken. Want hier staat een rechte hoektekentje in. En dan weet je 2, 3 en 4 samen zijn 90 graden. Dus daar gaan we. Oh, mijn pen begint weer raar te doen, denk ik. Hoek B2 is gelijk aan 90 graden, min 21 graden, min 53 graden, is gelijk aan. En dan kom je uit op, als je het goed uitrekent, zul je zien dat je uitkomt op 16 graden. Je mag dit best bij elkaar optellen eerst, maar dan moet je het in een los sommetje schrijven. En ik adviseer het niet te doen. Je kunt het wel in je hoofd doen, maar ik zou het niet zo opschrijven. Ik zou het echt zo opschrijven. Het is veel duidelijker. Kan je minder fouten maken. En dan je dan in gedachten het eerst bij elkaar optellen en dan de afhaalt als iets anders. Hè? Zo. En dan zet je achter rechterhoek. Een lange som, hè? Ik kan het opnemen, Ben. Ja, gelukkig als we het hier maar over. Rechterhoek. Want dit is een rechterhoek. Dus eerst weet je welke hoek ga je uitrekenen. Hoe doe je dat? Wat wordt het? En waarom mag je dat doen? Dat is eigenlijk steeds hetzelfde. En als je het maar vaak genoeg achter elkaar doet, dan ken je die volgorde. Maar het is wel een kwestie van even tijd in stoppen en een paar keer doen. Nu hebben we dus deze hoek ook gevonden. Deze hoek is 16 graden. Nou zeg, we gaan snel. Zo, nu moeten we er nog eentje en dat is B1. Nou, die kan op heel veel manieren, echt op heel veel manieren. Ik denk zelf dat het makkelijkste is te kijken in welke rechte lijn ligt die. Dus kleur maar eens in. Zo. En dat puntje zit nu op een lijn. Kijk nu waar dit puntje, op welke rechte lijn dat puntje zit. Nou, als je dan goed kijkt, dan zie je, dat is deze rechte lijn. Deze is dus 180 graden. Dan krijg je dus 180 min 21 min 16 graden is, en dan kom je uit op 159, nee dat klopt niet, 143 graden. Want dit is bij elkaar 37, als ik die 180 maak, kom ik op 143 graden uit. Dat, ik vergeet iets heel belangrijks, hoe? B1. Ik heb geen moeten worden. Ik ben al die filmpjes achter elkaar opnemen. Ik ben al 2 uur aan het opnemen. Hoek B1 is 180. Min 21 min 16 is 143 graden. Daar moet wel iets achter. Daar moet je achter zetten dat je te maken hebt met een gestrekte hoek. Want dat is waarom je het mag doen. Dus welke hoek ga je uitrekenen? Hoe doe je dat? Wat is je antwoord? En waarom mag dit? Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!